Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau. Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Leuk dat je kijkt en luistert. En of je nou een vaste TVV'er bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, abonneer je even op ons YouTube en podcastkanaal. Dat is helemaal gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende aflevering als eerste. Deze keer doen we het iets anders dan normaal. De reguliere competitie van de Eredivisie zit erop. Alle teams hebben twee keer tegen elkaar gespeeld. De ranglijst is bekend en we weten wie de top 4 en wie de onderste 6 vormen. Ook zijn de statistieken van alle speelsters duidelijk en kunnen we gaan kijken wie er op viel en wie er tegenviel. Daarom maken we twee specials, één voor de Eredivisie Dames en één voor de Bad City Eredivisie Mannen. In deze aflevering schijnen we ons licht op de damescompetitie. Dat doen we niet met coaches of met spelers zoals gebruikelijk, maar met echte volleybalwatchers. Liefhebbers die alle teams hebben zien spelen, verstand hebben van het spelletje en daar ook nog eens gepassioneerd over kunnen vertellen. Aan de desk zijn bij ons aangeschoven Bram Ronnes en Daan Scherpenzeel, commentatoren van de Hollandse pot VV Utrecht. En de Hollandse pot Enzo. Enzo. Ik ging net. Mijn vraag was eigenlijk: zijn jullie al gewend aan de naam? Maar jullie dus wel. Wij ik nog niet helemaal. Nou, ik moet wel zeggen, zij sponsoren ons. Daar ben ik echt heel blij om. We hebben net lekker gegeten voor de opname met het hele team. Dus inderdaad, ik ken de Hollandse pot wel heel erg. En jullie hebben geen Hollandse pot gegeten. Dus de Enzo gaat ook over dat ze ook... Dat is dan zo Enzo. Wij hadden lekker refs. Ja, heel mooi. Met Mathieu van der Broek, data-analyst van JobsFace in Zwolle Topvolleybal en het Nederlands team. Mathieu, jij hebt deze zomer met het Nederlands team gereisd, verschillende dingen gedaan. Hoe was jouw zomer? Heel druk, heel veel volleybal. WK 120 in Mexico gedaan. En ook met het Amerikaans nationaal team op het OKT geweest. Dus superveel in volleybalhallen gezeten. Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, maar dan heb je een sabbatical genomen. En nu ben je sinds een maandje weer terug bij het team. Ja, terug als assistent coach, dus wel in een nieuwe rol. Maar kon het toch niet helemaal missen na een half jaar. In Bellen met het Buitenland spreken we met Suzanne Schut. Zij maakte recent de overstap van Zwolle naar het Duitse SSC Palmburg Schwerin. En vertelt ons alles over die transfer en haar eerste paar weken in Duitsland. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu tijd, mannen, voor volleybal. Geen TVV-journaal in deze aflevering. Een samenvatting van al het laatste volleybalnieuws vind je als aparte aflevering, de TVV-recap. We trappen meteen af met de wensmomenten van deze reguliere competitie. Gesponsord door Wens Uitvaart, opmerkelijke, grappige of veelzeggende momenten over deze eerste fase van de competitie. Bram, ik ga bij jou beginnen, want jij kwam met een moment. Ja. Ik had het totaal gemist. Ik denk dat iedereen het heeft gewist. Ja. Maar het is misschien wel het moment van de reguliere competitie. Ja, de streaker, hè? Daar heb je het over, denk ik. Ja, en we hebben echt ons rot gezocht naar de beelden. Die zijn dus niet te vinden, maar... 18 plus rated offline gehaald door de Nevobo misschien. Ja, of misschien was het zo beteuterend, het beeld zelf, dat ze het toch maar hebben weggehaald. Maar de streaker bij, als wij ons goed herinneren, tegen Pilpoes. Thuiswedstrijd bij Utrecht in de Galgenwaard. Wij hebben ook een glimp van de dader opgevangen natuurlijk, want we waren druk bezig met onze eigen apparatuur. En wij vermoeden dat het iemand van de Heren 7 was, maar dat weten we niet helemaal zeker, want het ging heel snel en wat ik zei, wij waren druk bezig. Maar ja, er glipte in één keer een striekertje door het veld en dat was wat ons betreft een unicum in volleyballand. Ja, dit zien we niet zo vaak. En helemaal naakt? Helemaal naakt, ja. All the way. En dan van de ene hoek naar de andere hoek? Nou, een beetje dwars over het veld en dan via een zijdeeltje weer weg en omdat we er eigenlijk niemand echt over hebben gehoord, is het misschien voor heel veel mensen wel helemaal niet zo bijzonder geweest. Ik vond het wel opvallend. Dus toen jij vroeg wat is een opvallend moment, dan vind ik toch strieker. Mm. Want als je bedoel, elk groot sportevenement zou ooit strieker moeten hebben gehad, wil je een beetje meedoen. Super Bowl of de Wimbledon finale, we kennen wel de grote momenten wel. Maar nu dus ook Sportcentrum Galgenwaard. Ja, ik wil het toch even noteren. Kunnen we afvinken. Nou, dan doe ik wel een oproep. Meld je, want dan mag die strieker aan tafel komen zitten. Naakt. In outfit. Ja. Oké, Mathieu, jij wou het hebben over iets kenmerkends van de reguliere competitie. Eigenlijk dat drie damesteams Europees hebben gespeeld. Ja, die helemaal van de reguliere competitie natuurlijk. Maar volgens mij een heel mooi begin van het jaar. Drie damesteams in de Europese teams. Bij de mannen was het natuurlijk al wat vaker en wat meer dat de mannen in Europa actief waren. Maar nu drie damesteams. Zeker in Zwolle, de supporters van Valentin Eichels hebben volgens mij hier ook in een aflevering het filmpje gezien. Ja, hebben we de beelden van laten zien van die supporters. Super van genoten en volgens mij heel goed om te zien dat, dat steeds meer damesteams ook die stap naar Europa maken. Ja. Daan, ik vroeg jou welk moment neem je mee en toen dacht jij, ik moet iets van VV Utrecht meenemen. Ja, ik kijk eigenlijk met name naar VV Utrecht. Dat krijg je als je daar zo achter onze microfoon zit. Dus daar heb ik het meest van gezien. En ik vond tot nu toe de potjes tegen Sliedrecht eigenlijk het meest opvallend of het mooist. Een paar weken geleden de beker, wat was het, kwartfinale.
Was een superspannende pot. Maar ik wilde vooral eventjes het moment. Tweede set thuis tegen Sliedrecht eruit pikken. Eerste set verloren, VV Utrecht dan. We zijn niet helemaal objectief altijd. Die subjectiviteit brengt ook passie met zich mee. Dus gelukkig, dat is alleen maar mooi. Nee, en op den duur tweede set. Bijna volledige team gewisseld. Robin van der Velde en Lin Zweekhorst vielen allebei waanzinnig goed in. Lin, ik kan me een waanzinnige pijpaanval herinneren die ze echt grandioos erin sloeg. En Robin, dat vond ik eigenlijk het allermooiste moment. Die bal met de linkerhand snoeihard op de positie 1 sloeg. En dat vond ik... ik zat hem gewoon een beetje terug te kijken naar die wedstrijd. En dat vond ik een geweldige set. Die wedstrijd uiteindelijk 3-2. 5 setten. Ja. Zeker het einde tweede set zaten wij als kleine kindjes te kijken. Omdat het gewoon razend spannend was. Te smullen, want je zijn commentatoren. Hoe zit je dan in zo'n wedstrijd? Nou, Daan is zelf spelverdeler. En daar is hij altijd heel bescheiden over. Maar, dus hij kijkt ook altijd met een soort zwak voor spelverdeler. Dus zo'n doorslaande actie van Robin. Dat vind ik natuurlijk extra mooi, omdat hij dat zelf niet kan. Ja, daar zeg ik ook eerlijk bij. Want je speelt bij Heerenveen, als ik het goed heb. Ja, klopt. Van de VV Utrecht. Eigenlijk Heerenveen vinden wij zelf, maar er moet nog een wedstrijd om de titel Heerenveen komen. Maar goed. Nee, ja, VV Utrecht Heerenveen. Zeker. Vinden jullie zelf, er moet nog een wedstrijd komen. Ja. Ooit is in de competitie. Ja, we zijn in één keer. Vorig jaar waren we Heerenveen. En er komt een ander team. En die mogen zich opeens Heerenveen noemen. Maar goed. Oké, ben benieuwd. We gaan inzoomen op de teams. Pikken er drie uit. Die we gaan belichten ook aan de hand van de statistieken. Mathieu, heb jij meegenomen. Speelsters naast elkaar gelegd. En jullie hebben een dreamteam gekozen. De 7 beste speelsters. Op iedere positie eentje. En 2 paaslopers, 2 middens natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Eerst even uitleggen nu voor de vervolgfase van deze competitie. Want de reguliere competitie zit er dus op. We gaan naar de volgende fase van de Eredivisie. Friese Sneek en Sudoza Desto Visser Assen staan op plek 1 en 2. Op plek 3 tot en met 5 staan 3 teams met 35 punten. Sliedrecht belandt op de 5e plek door een slechter setquotient. Apollo 8 en Jobs VC Zwolle topvolleybal completeren de A-pool. In de A-pool krijgt de nummer 1 3 punten, de nummer 2 2 punten, de nummer 3 1 punt en de nummer laatste 0 punten. Aanstaande donderdag speelt Voltenaam nog tegen Pilpush, maar dat resultaat heeft geen effect meer op de ranking. In de B-pool vinden we Sliedrecht Sport, de Hollandspot en zo VV Utrecht, Dreisma Dynamo, Pilpush, Somas Activia en Voltena. En ook hier krijgt de eerste 5 punten, tweede 4 punten enzovoort naar 0 punten voor Voltena. Alle teams spelen weer 1 keer uit en 1 keer thuis. En na deze ronde is er weer een nieuwe ranglijst. Dan worden de kwartfinales gespeeld in een best of 3. Nummer 3 speelt tegen nummer 6, nummer 4 tegen nummer 5. En wie op dat moment op plek 1 en 2 staan, zijn vrijgesteld voor de kwartfinales. In de halffinales kruisen nummer 1 en 2 dan tegen de winnaars van de kwartfinale daarvoor. Ook in een best of 3. De 2 teams die daar als winnaar uitkomen, spelen de playoffs finales om het landskampioenschap. Nou, dat is duidelijk. Nu snappen we. Wat vinden jullie ervan? Dit is anders dan andere jaren. Dat nu 5 en 6 kans maken op die kwartfinales en de ronde daarna. Ik vind dat mooi. Ja, ik vind het tweeledig. Ik vind dit heel goed. Hè? Dus dat je altijd nog ergens voor speelt. Dat is volgens mij echt nodig. Want anders dan zijn het... Ja, want hiervoor hadden we dan een pool met 6 of met 4. En dan... Er komt snel een schifting tussen de bovenste en de onderste. En je hebt ook geen degradant, dus nee. Je speelt nergens voor. Dus dat vind ik heel goed, dat je echt ergens voor speelt. Alleen het is wel de zoveelste wijziging in korte tijd. En de hoeveelheid tekst die je net uitsprak om uit te leggen... En mensen zijn het ook kwijt. We krijgen er echt heel veel vragen over. Daarom probeer ik het zo goed mogelijk uit te leggen. Je zei het wel vrij snel. Ja, ik praat altijd snel. Net Matthijs van Nieuwkerk op het vlak van snelpraat. Ja, we hebben wat rondgevraagd net. Nee! Dus goed dat je jezelf over begint, want anders hadden wij het moeten doen. Maar ze vinden jou echt een hele fijne talkshow host. Dat ik toch even gezegd heb, ook voor de mensen thuis. Gelukkig maar. Dankjewel, mevrouw. Ja, anders moet je de volleybalkrant, moet ze daar maar verhalen in doen. Laten we een team eruit. Maar ik wil er nog één ding over zeggen, als het mag. Want wat het ook een beetje gek maakt, dat nu 5 en 6, ook nog kans maakt, is dat voor je gevoel die eerste helft van de competitie, of de reguliere competitie, dus eigenlijk voor sommige teams nog niet zo heel erg veel uitmaakt. Voor hun gevoel. En dat vind ik er wel een beetje jammer aan. Ja. Sowieso. Ja, iedereen kan nog, dus dat... Ben ik het niet helemaal mee eens. Nee? Ik speel zelf de Eredivisie Mannen. Ja. Dat moet ik soms ook zeggen voor mensen. Er zijn sommige mensen die me alleen als presentator van Tijd Volleybal zien. Maar ik speel bij Novatec Liqueur. Speel zelf in de Mannen. En dan ben je wel bezig met de top 4. Om 2 redenen. Het is toch een betere uitgangspositie dan om als 6e tegen de nummer 3 te spelen. Dan ben je liever de nummer 3 tegen de nummer 6. Ja. En het tweede...
ik speel liever nog 6 potjes tegen Dynamo, Orion en Limax dan de andere 5 die wat minder interessant zijn met alle bescheidenheid. Ja, dat snap ik. Maar ook, dus ik denk voor de spelers is dat inderdaad zeker het geval. En je hebt nog wat wedstrijden minder misschien wel als je eerst of twee speelt, wat fijn kan zijn. Misschien ook wel niet. Maar als kijker, ja, denk ik toch een beetje. Ik denk wel, ja, goed, het maakt eigenlijk nu niet zo heel gek veel uit dat VV Utrecht 6e is geworden voor ons. Er kan nog van alles. Dus ja. Ja, ik vind wel een positief iets de knock-out fase. Dat je dus gewoon 3-6 hebt en als je dan hebt verloren, val je uit. Ja. Want voor gingen we ook ellenlang door met alle rondes. En, ja, dat maakt wel spannend. Ja. Mathieu, laten we even beginnen bij Snake. Die zijn als koploper geëindigd. Ik heb je gevraagd om de statistieken mee te nemen. Ja. Je hebt je laptop bij je. Neem ons eerst even mee in wat doet iemand in jouw rol als videoscout, als data-analyst? Het zijn eigenlijk de mensen die je achter het veld vooral ziet zitten. Die daar achter de laptops heel hard zitten. Ja, die zitten op de korte kant dan achter de boarding. Achter de boarding, naast de commentatoren bij VV Utrecht. Is dat ook de beste plek om volleybal te kijken? Vind ik wel. Had te ik luisteren. Ik had er van tevoren ook even over. Het is wel echt mijn favoriete plek. Het is nu ook wel een beetje wennen dat ik nu een hele andere kijkhoek heb. Op de bank. Op de bank, ja. Dus die plek van achter is echt wel waardevol. En eigenlijk heel simpel, wij coderen de hele wedstrijd. Dus elk balcontact wordt in principe vastgelegd in het systeem Datavolley. En daar komen hele prachtige statistieken uit. Ja, en dus, want als je nog iets meer uitlegt voor de leek. Er wordt dus video opgenomen. Die video komt bij jou binnen. Jij voert codes in op jouw toetsenbord. Ja. En iedere actie heeft weer een andere code. Het is echt, het is weer, om het te leren is echt heel moeilijk. Ja, het is echt wel een uitdaging. Ik heb zelf nooit gevolleybald, dus dat was helemaal een soort extra drempel. Je ook nog het spel leren kennen. Om dit te leren, ja. Maar heeft me wel een soort blanco blik naar volleybal gegeven. Dus uiteindelijk heeft me dat wel geholpen. Maar het is best wel een crime om te leren. En je moet wel echt heel erg snel kunnen typen. En ik denk ook niet als je naast me zit dat je snapt wat we intypen, omdat het echt een soort codetaal is. Ik wil een keertje bij je meelopen. Dan filmen we gewoon even en dan kan je uitleggen hoe je dat precies doet. En dan kunnen we dat de kijker luisteren. Ik zie jou allemaal. Van harte welkom. Knopjes kleurtjes op jouw toetsenbord dus ook zitten. Die zijn daarvoor, neem ik aan. Dat klopt. Ja, die knopjes zijn eigenlijk weer sneltoetsen om het net iets makkelijker te maken om het spel te kunnen volgen. Ja, dat klopt. Zo moeilijk is het niet. Het is gewoon af en toe op groen, rood en oranje drukken. In jouw geval zou het alleen maar op die groene paas zijn. Oh, ja, kijk. Heb ik ooit gehoord dat Japanners dit het beste kunnen. Is dat echt zo? Ja, Japanners kunnen dit wel echt heel erg goed. Dus die zijn live echt bizar snel hierin. Maar ik denk als je naar de internationale teams kijkt, dat eigenlijk elk team inmiddels wel een scout heeft die vrij op hetzelfde niveau. En misschien nog even goed op te melden dat je binnen scouts, het is uiteindelijk nog subjectief. Want je beoordeelt een paas op kwaliteit. Dus is hij goed, minder goed of slecht. En daar zit nog best een verschil in. Je hebt ook een fragment meegenomen van 2 pases die eigenlijk allebei plus gecodeerd zijn, dus een goede paas, maar eigenlijk op een andere plek beland. Ja, precies. Dus een beeldje meegenomen uit de wedstrijd tussen Assen en Zwolle, waarbij je de beoordeling van beide scouts eigenlijk ziet. Het is dezelfde bal, maar ze beoordelen die paas anders. En dat is eigenlijk ook helemaal niet zo gek, want het zijn 2 mensen die naar zo'n bal kijken. Er zijn natuurlijk wel een soort afspraken over wat je dat doet, maar er zit altijd nog een soort subjectief element. Dus dat is het eerste wat je zal zien dat echt verschil geeft in de statistieken. En daarnaast is het ook gewoon zo, als je dit net doet, dan ga je nog niet alle acties mee kunnen typen. Dus dat is wel de dikke vette disclaimer die je altijd bij de statistieken... Want hoe betrouwbaar zijn dan de statistieken van VolleybalNL die we vinden op volleybal.nl? Ja, die zijn net zo betrouwbaar als de scouts. Dus in de basis, de kerngetallen, het aantal gescoorde ballen, vind ik volgens mij zijn heel betrouwbaar. Want dat kan je achteraf heel goed invullen. De paasstatistieken zullen altijd een beetje gekleurd zijn. Okay. Dus dat is de enige disclaimer voor vandaag. Laten we op Snake induiken. Ja. Neem ons mee. Ja, zeker. Dus ik heb vandaag eventjes alle wedstrijden die Snake mee heeft genomen samengevoegd tot een matchreport. Daar moet ik een heel groot compliment geven aan de Nevobo, dat inmiddels ook de matchreports allemaal zichtbaar zijn op de website gewoon. Dat is volgens mij een hele goede ontwikkeling. Maar als je het allemaal samenvoegt, zien we dit matchreport voor ons. En eigenlijk kan je daar heel goed uitzien dat Snake gewoon een hele stabiele ploeg is. Goed scorende aanvallers heeft met een aanvalspercentage van 40%, de 1 na hoogst scorende team in de Eredivisie is. Alleen Zwolle heeft op dit moment een hoger scoringspercentage. Dus het is logisch dat zij uiteindelijk daar natuurlijk bovenin uitkomen. En dat aanvalspercentage hebben we dan over
Puur rendement aanval? Of hebben we het over efficiëntie, dus ook blok en errors eraf? Nee, of dus gaat... dit zijn echt puur de gescoorde aanvallen. Ja, okay. Dus 40% van de aanvallen die Vaser Snake doet, die leiden tot een score. Nou, wat verder gelijk opvalt, is het bizar hoge aantal blokpunten wat Vaser Snake samen heeft. Dat komt natuurlijk grotendeels door Rix van der Wal, die 73 blokpunten. Ongelooflijk. Jezus, zij zijn zo goed. Ja, dat is bizar. En dat helpt ze echt heel erg. Als we nog iets dieper die statistieken induiken, kan je rechtsonder in het beeld zien wat de eerste aanval na een positieve paas is en wat het percentage is waarop gescoord is. Bij Vaser Snake is dat 48%. En dat is best wel een hoog percentage. Dus je ziet dat ze daar het verschil in kunnen maken. Over het algemeen doe je dat met goede middens. Dus dan komen we weer onder andere bij Rix uit, die ook veel ballen scoort. En hun grote hulp is dat ze ook in 20% van de gevallen een excellente paas brengen. Dus echt die perfecte paas brengen. Dus ze geven zichzelf ook heel vaak de mogelijkheid om in die goede situatie te komen. Nou, dan maken ze het ook nog in 48% van de gevallen af. Ja. Dus als we hier naar kijken, is het natuurlijk niet verbazingwekkend dat zij hoog uitkomen. En die side-out is dan een heel belangrijk onderdeel. Ja, die is dan een heel belangrijk onderdeel. Ja, zie je eigenlijk in de afgelopen jaren van de Eredivisie sowieso. Is altijd een heel belangrijk onderdeel. En als je terugkijkt naar de data, bijvoorbeeld over heel vorig seizoen. Zie je dat in de Eredivisie altijd het magische nummer in de aanval zo rond die 40% ligt. Als je daar boven zit, dan kan je wedstrijden winnen. Nou, dat zie je nu ook weer terug bij Snake en in zekere zin ook bij Zwolle. Dat de bal het punt is waarop wedstrijden gewonnen worden. Hoe is de side-out van VV Utrecht? Nou, in percentage of gewoon in keihard oordeel? In gevoel, in keihard oordeel. Matig. Nou, nee, wij kijken als fans. Hè, dus wij kijken niet als statistici. Ik vind de side-out van VV Utrecht in de wedstrijd dat ze lekker spelen best wel solide. Maar het is zo wisselvallig dit seizoen. Zeg ik maar veel. Ik weet niet hoe jij het moet kijken, maar echt. Ja, ik kom er straks nog uitgebreid op terug natuurlijk bij mijn dreamteam. Maar goede pasers, dat wel over het algemeen. Maar dit jaar nog niet zoveel gescoord, denk ik, als vorig jaar in totaal. Heeft Utrecht het verder gedaan, behalve side-out toe? Neem ons mee, Daan, in het seizoen van Utrecht. Maar ik wou nog één ding vragen, als het mag, aan Mathieu. Want toevallig had ik de afgelopen wedstrijd over met Sam. Toen zat ik een keer niet naast mijn vriend Bram, maar... Sam van Ling, de voorzitter, of ex-voorzitter moet ik zeggen, van VV Utrecht, een keer mee aan de livestream, omdat Bram, je zal het niet geloven, maar op zijn leeftijd nog een wedstrijdje ook zelf heeft gespeeld. Maar toen had het over, wanneer telt nou eigenlijk een blok als blok, als score? Want er wordt wel vaker geblokt, maar dan wordt hij gewoon uitgedekt. Ja. Maar dat is toch niet per se een slecht blok dan, zeg maar. Nee, zeker. Hoe wordt dat meegenomen in de statistieken? Was ik benieuwd naar. Dus je ziet hier die blokpunt. Dat is de laatste kolom. En die zie je ook op volleybal.nl als killbloks terugkomen. Dat is een bal dat gewoon echt een killblok is. Dus waarmee de rally meteen ten einde is. Dat wordt geteld als blokpunt. Er zijn een aantal scouts die alle blokcontacten meenemen. En daarbij wordt een gradatie gemaakt tussen de bal die in het blok wordt geslagen en meteen zelf weer verdedigd kan worden. En de ballen die eigenlijk alleen maar geremd worden en daar vervolgens in de rally opgepakt kunnen worden. Dus daar zit nog wel een gelaagdheid in. Ja. Dus niet iedereen neemt dat. Dat neemt niet iedereen mee. Maar de statistiek op Nevobo, daarbij staat dat überhaupt niet. Nee, zie je eigenlijk alleen maar terug wat de killblocks zijn. Ja. En als je dan zegt 78 inderdaad helemaal bizar. Ja, dat zijn directe punten. Ja. Ja. En als je zegt dat neemt niet elke scout automatisch mee. Er zit dus onderscheid in het wat een scout precies invoert. En heeft dat met kwaliteit te maken? Is er een protocol voor wat je minimaal moet doen of wat je nog meer extra kan doen? Hè? Dus als jij, we hadden het toevallig even achter de schermen over. Ja. En jij zit bij nationaal teamniveau, internationaal topvolleybalniveau kun je wel zeggen. Dus dat jij neemt alle remmende blokkeringen ook mee. En misschien blokkeringen die, in wat jij net zei, uitgedekt worden, maar als freeball terugkomen en dan alsnog een punt kunnen opleveren. Wat is het protocol? Wat moet je minimaal doen? Ja, in de Eredivisie is er inderdaad een protocol. Dat zijn in ieder geval die blokpunten die moeten meegenomen worden. En voor de rest, de remmende blokkering hoeft eigenlijk in principe niet meegenomen te worden om voor de certificering van een Eredivisie scout. Internationaal gezien zie je dat eigenlijk alle balcontacten worden gecorrigeerd. Dus elke verdediging, elke blok, elke set, alles staat er door één iemand. Ja, door één iemand, ja.
En misschien nog wat knap. Ik vind het nog een leuke toevoeging. Want ik, Willem Held is scout bij Lycurgus geweest. En ook bij het Nederlands team. Is ook echt ijzerzek. Die scout ook alles wat je niet doet. Dus als je... Willem Held, ja, zei dat ook? Nou? Bedoel je Willem de Wit? Ik bedoel Willem de Wit. Goed dat je me corrigeert. Hey, Bram, scherp. Was gewoon even om te testen. Willem de Wit. Die scout ook alles wat je niet doet, zeg maar. Dat voeg je er nog aan toe. Ja, ja, dus je kan heel veel in de custom codes nog niet uitdekken. Wat er dan nog weer niet gebeurt, inderdaad. Uiteindelijk, een scoutval kan de wedstrijd, het verhaal van de wedstrijd eigenlijk helemaal vertellen. Ja. Neem ons mee. Ja, neem ons mee naar VV Utrecht. Nou ja, wij zijn 3 jaar geleden, wij zeg ik inmiddels, ik heb er helemaal niks mee te maken gehad, maar VV Utrecht Dames 1 is 3 jaar geleden naar de Eredivisie gepromoveerd. En dat vond de club heel erg leuk, dat vond ik heel erg leuk. En toen hebben we 2 waanzinnige seizoenen gehad, die denk ik toch wel een beetje boven verwachting waren eigenlijk. Tenminste, ik weet niet wat de club allemaal precies voor ambities had toen de tijd. Maar ik denk niet dat het per se was om 2 bekerfinales te spelen. Helaas allebei te verliezen, maar een supercup te winnen. En echt mee te strijden om het landskampioenschap in je eerste 2 seizoenen. En dit seizoen is het nog niet helemaal op die manier. Maar geniet ik er nog steeds eigenlijk net zoveel van. Het team is toch wel een beetje veranderd. 4 nieuwe speelsters. Voor ons was dat vooral belangrijk, omdat we dan nieuwe jingletjes moesten maken natuurlijk. Jingles tijdens de lijst over speelsters. En dan moeten jullie weer... Ja, dus wij moesten zelf ook weer de studio in. Dat is waar wij het dan... Zeggen jullie dat ook tegen de club? Jullie moeten eigenlijk niet te veel nieuwe spelers. Zeker. Ja, dat is voor ons echt... In ieder geval met namen die een beetje jinglebaar zijn. Ja. Kijk, Pleun Ipma, daar hebben we gewoon nog niet zoveel voor gevonden qua liedjes. Weet je, ja, dan kan je nog zo goed kunnen volleyballen. Maar ja, we moeten er nog één vinden. Dus als de kijkers een goed idee hebben voor een jingle van Pleun Ipma, dan graag. Die horen we graag, want we willen graag voor iedereen. En een beetje origineel, want dan moeten ze ook een keer die luistering kijken. Dan kan niet te veel lijken op de rest. Nee, zeker. We horen ze graag. Ik denk dat het kan gemaild worden naar Jeffrey. Nogmaals, Bram zei het al, wij kijken als fans en helemaal niet als coach. Ik weet daar ook niet te veel van. Maar het is op zich best wel een stap van 1-6. Ja, zeker. Vorig jaar aan het eind van de reguliere... Ja, oké, zo. Ja, 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 het was 1, ja, ja. Nu staan ze 6. Ja, ja, wat denk jij ervan, Bram? Waar ligt dat aan? Ik geef altijd normaal, stel ik de vraag. Ik zie het al, Daan wil niet het harde oordeel vellen. Meestal stelt hij ook een vraag die ik niet kan beantwoorden. Dat is eigenlijk onze gimmick een beetje. Zoals deze eigenlijk. Nee, ja, waar ligt het aan? Er is natuurlijk een nieuwe coach, een nieuwe manier van spelen en een manier van verantwoordelijkheid geven aan speelsters. Dat doet Vera anders dan vorige coach Ali Mogadashan. Ik denk ook gewoon dat in de breedte andere teams gewoon beter zijn dit seizoen. Hè? Laat ik het eerlijk zeggen. Vorig jaar was Utrecht, ik denk, beter dan hoe ze nu spelen. Wat constanter vooral. Maar op pieken net zo goed als nu. Snake was de grote concurrent. En andere teams waren gewoon niet zo op orde als nu. En wat verwachten jullie nog van Utrecht in deze fase? Ik verwacht er wel veel van eigenlijk nog. Komen ze bij die 5-6? Ja, dat denk ik. En dan krijgen we een kwartfinale. Ja, en ik denk dat... Kijk, het zijn wel meiden die best wel veel ervaring hebben natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat ze bij Utrecht komen uitballen, zeg maar. Dat is absoluut niet waar. Maar ze hebben een hele hoop... Een bagage met zich mee. Ja, en dat kunnen ze wel. Tenminste, dat merken we nu elke keer. Wat ik zei, de beker nu ook van Sneek gewonnen, van Sliedrecht gewonnen. Vorig jaar bekerfinale, het jaar daarvoor. Dus die finale spelen, dat kunnen ze wel. Ik geloof daar wel in dat het is zeker nog niet gespeeld, denk ik. Dus ik verwacht dat ze eigenlijk gewoon landskampioen. Goeie verwachting. Bram, jij wou Voltena eruit lichten. Die hebben dit seizoen veel meegemaakt. Hoofdtrainer, hoofdcoach, assistent of hoofdmanager, assistententrainer gingen weg. Na een dispuut tegen Dynamo werd naar buiten gebracht. Na de wedstrijd tegen Dynamo de nieuwe trainer aangesteld. Heel veel gebeurd. Nu hebben ze aangekondigd dat ze zich terug gaan trekken uit de Eredivisie volgend seizoen en in de tweede niveau van Nederland gaan spelen. Veel gebeurd. Ja, nou ja, dat is precies de reden dat ik ze even uit wilde lichten. Want het gebeurt vooral buiten het veld bij Voltena dit seizoen. En dat vind ik opvallend.
Daarvoor was het een opvallend team omdat ze veel paas links speelden. En met Rijs en Schoon natuurlijk een internationaal beachvolleybaltopper in het veld hadden staan. En daar ook een beetje een systeem omheen hadden gebouwd. Dus dat gebeurt allemaal op het veld. Maar dit seizoen gebeurt er vooral veel buiten. Jij schetst al gedoe. Na een wedstrijd tegen Dynamo ontplofte er wat. Hè? En zijn er heel veel mensen weggegaan. Wat daar precies gebeurd is, dat weten sommige mensen wel, maar heel veel mensen niet. Vind ik op zich al opmerkelijk, hè, dat als je in een sport op het hoogste landelijke niveau acteert en er gebeurt zoiets ingrijpends in een selectie en staf, dat je dan niet naar buiten brengt. Ik snap dat je niet naar buiten brengt wat er precies gebeurt. Dat blijft binnen de kamers. Maar je zult toch een statement moeten maken. En nu werd er een heel kort berichtje, verschil van inzicht en klaar. En dan begint de speculatiemachine. Ja. Dus, en ik weet niet of je wil volgens mij regie houden op het verhaal dat verteld wordt. En ook al kan je niet alles delen. Nou, dat vind ik op zich al opvallend. Ik vond het ook wel opvallend dat ze, voordat het allemaal ontbrandde, laat ik het zo zeggen, dat de speelsters heel actief zijn om zichzelf te positioneren eigenlijk. Heel veel activiteit op social media vanuit die club. Dus ik vond ze op veel manieren opvallend. En nu, wat je net schetst, gaan ze zich terugtrekken uit die Eredivisie. Omdat ze gewoon nu niet meer de kwaliteit hebben om mee te doen en ook het geld niet. Vind ik ergens ook wel weer twee kanten hebben. Ik vind het heel goed dat je als club trouw bent aan jezelf en zegt, joh, wij gaan op het hoogste amateurniveau spelen, want dat past het beste bij ons. Ik vind dat ergens ook alweer een compliment waard. Tegelijkertijd vind ik het zorgelijk dat een club niet de stap naar een professionaliseringsslag kan maken. En, want daar zijn er veel van in de Nederlandse volleybal. En dat is jammer. Ik bedoel, daar heeft niemand schuld aan meteen of zo. Maar ik vind het wel jammer om dat te constateren. Dus op heel veel vlakken vond ik Foltenaar met vette letters uit. Ja, wat jij ook schetste inderdaad over dat het best wel naar buiten getreden in de zin van sportief deden ze het ook voor dit gebeuren eigenlijk niet heel goed. Ze staan al het hele seizoen laatste. En er werden ook nog die 6 punten afgepakt omdat ze 3 wedstrijden hadden afgezegd. Maar heel erg naar buiten getreden. Ze trokken ook de kar voor de nieuwe CVN, de organisatie bij de Eredivisie Dames. En dan gebeurde dit en toen sloten alle deuren. En ik weet er iets meer van. Ik heb mensen aan tafel proberen te krijgen om het verhaal te delen. En wat jij zegt, dat wouden ze niet. En dat is ook wel omdat de situatie echt heel complex is. Dus er is gewoon echt heel veel gebeurd. Meer dan alleen een kleedkamerdiscussie. En ik ben niet eens met de coach en met de speelsters. Dus dat maakt het ook lastig. Dus ik snap dat mensen dan, hun verhaal is heel kostbaar. Alleen je wil wel eigen regie. Want nu gaan we speculeren wat is er gebeurd. En dan heeft de ene verhaal misschien verzonnen of gehoord. En dan gaat dat verhaal aan de loop. Mm-hmm. Ja. En dan heb je niet meer je eigen verhalen in de hand. Ik vermoed, niemand wilde striekeren. Het moest verplicht. Er is nu een verplichte licentie-eis van de Revomo. Daar krijg je Eredivisie-punten voor. Oké. Okay. En we gaan dan bij Foltenaar, als ze zich terugtrekken uit de Eredivisie, dan gaan we John Weda missen. Hè? Want wij zitten met de livestream 1 keer in dezelfde tijd in een call met de Revomo en de partij die dat allemaal faciliteert. Ja. En John is degene die eigenlijk vanuit Foltenaar dan heel veel tips en adviezen geeft, gevraagd en ongevraagd, aan de rest van de Eredivisie. En die gaan we ook missen. Dus in die zin is ook dat een opvallend. Jullie zijn zo goed geworden dankzij John Weda. Nou nee, eigenlijk dankzij de wijze uit het oosten. Maarten Tip natuurlijk. Ja. Okay. We hebben ook een jingletje van trouwens. Ja. Ja, nu natuurlijk niet. Ik voel me ook helemaal ontheemd. Heb ik al een jingle? Zonder... Heeft Tijd voor Volleybal al een jingle? Die gaan we maken. Tenzij je ons er helemaal uitknipt, dan niet. Dit laat ik erin, want hier kan ik jullie dan aan houden. Dan gaan we zo meteen naar de Dream Teams. Eerst nog even de TVV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. En lukt het jou om deze uitdaging goed na te doen, dan kun je voor jezelf een gloednieuw paar volleybalschoenen winnen van Volleybal Direct of een jaarabonnement op oefeningenplatform 1000 Drills om de beste versie van jezelf te worden. Deze keer kwam de challenge van Somas Activia. Lieselot Spoormakers, de nieuwe aanwinst, verzon de challenge. Hey kijkers van Tijd voor Volleybal. Ik ben Lieselot, de diagonaal van Somas Activia. En dit is de challenge van deze week. Lukt het jou om meer dan 10 keer te jongleren? Stuur dan je filmpje naar Tijd voor Volleybal. En misschien ben jij wel de volleybalschoenen. En we hebben een winnaar, Danique Rietberg, spelverdeler van Longa 59, dames 1 uit de tweede divisie, kwam met het meest creatieve reactie. Ze deden met een bal, een schoen en nog een tennisbal, dus ik vond het echt heel knap. Dus ze heeft terecht gewonnen. Ja. Applaus, terecht. Gefeliciteerd Danique, heb je wel meegedaan, maar niet gewonnen. Gebruik dan onze promocode TVV24 in combinatie met je Nevobo-code op volleybaldirect.nl voor 10% op al je aankopen. Laten we duiken in die Dream Teams.
En dat doen we dan even per positie. Want we hebben vijf posities eigenlijk. Zeven mensen om te behandelen. En als kers op de taart hebben we nog even de coach. Kijken wie het goed doet. En misschien kan onze voormalig technisch directeur al een licht scheiden of wie de volgende bondscoach zou kunnen worden. Of dat het Nederlander wordt. Anyway, dat is voor zometeen. Eerst het drie-team. Zeven, laten we beginnen bij wat is de belangrijkste positie. Wat vinden jullie de Daan, spelverdeler. Okay. Ja. Wie was jouw spelverdeler? Nienke Oud. Ik heb een beetje gekeken van Snake. Omdat ik vooral VV Utrecht kijk, zoals al gezegd. Ben ik toch ook even de statistieken ingedoken. Niet wetende dat ik naast deze data scout kwam te zitten. Maar ik had een beetje naar de bijzondere statistieken gekeken. En bij Nienke Oud is het natuurlijk heel opvallend dat zij zelf gewoon qua scores. Wat is het? Echt krankzinnig hoog staat. Gewoon, ze scoort zelf ook heel veel. Dus vandaar Nienke Oud. En ze kan ook heel goed spel verdelen. Heb je bijna vijf aanvallers in het veld. Ja, precies. Ja. Bram, wie is jouw spelverdeler? Anna Ricard van VV Utrecht. En dat heeft twee redenen. Ik vind haar gewoon een hele goede speelster. En ik ben laatst heel kritisch tegen haar geweest in de kantine over haar niveau. Dus ik moet het ook gewoon goed maken. Is ze er beter door geworden? Ze hebben gisteren 3-1 gewonnen, dus ze speelde best redelijk. Ik denk, nee, dat vind ik te aanmatigend als ik dat zou gaan zeggen. Nee, maar ik vind het gewoon een hele goede speelster. Allround, snel, ook energiek voor het team. Hè. Dus ze is niet alleen een goede spelverdeelster, maar al moet ze wel ietsje werken aan de eerste tempo op hoogte. Maar goed, dat had ik dus al tegen haar gezegd. Maar ze kan ik weet dat ze kijkt, dus dan komt hij wel weer aan deze tip. Twee keer. Maar ze kan ook echt het team wel echt met energie meenemen naar een niveautje hoger. Dus dat vind ik echt wel knap. Maar Joop, op basis van welke statistieken kan je een spelverdeler beoordelen? Ja, het is eigenlijk super ingewikkeld. Hè? Want wat maakt goede spelverdeler? Dus je kan kijken naar het aantal scorers wat zo'n spelverdeler tot stand brengt. Maar dan weeg je eigenlijk heel erg zwaar mee wat voor aanvallers die spelverdeler natuurlijk bij zich heeft. Dus dat is wel een beetje een gangbare manier, maar dat is wel een getekende manier. Je kunt natuurlijk ook kijken hoe vaak spelen ze een bal in de blokkering. Dus dat hij weer direct geblokkeerd wordt. Maar hetzelfde verhaal als net, dat ligt ook wel weer aan de aanvallers. Maar dan kan je al iets meer zien, bijvoorbeeld speelt de spelverdeler vaak op een tweeblok of een éénblok. En hoe goed is de bal om goed te kunnen aanvallen? Ja, dus in de meest ideale situatie ga je elke set afzonderlijk beoordelen. Kijk je of het op een éénblok wordt gespeeld, of het of een tweeblok wordt gespeeld, of zelfs op een nulblok. Maar die statistieken hebben we niet voorhanden in de Eredivisie. Dus daarom moeten we echt wel ons beperken tot de scorende statistieken. Wie komt daar dan het beste uit? Charlotte Vellener van Jobs Faces Volleybal. Dus dat komt weer goed uit voor... Waar werkt jij zelf ook alweer? Opvallend. Dit wordt een ingewikkeld verhaal. Eigenlijk een heel goed verhaal van zaterdag in de kleedkamer. Maar dus zij komt het hoogst uit op dat killpercentage. Nienke Oud als tweede. En Charlotte Haar komt daar als derde uit de bus. Van Apollo 8. Van Apollo 8 inderdaad. Wat wel grappig is aan deze statistiek. En ik ben het helemaal met Daan eens. Nienke is echt... die heeft de meeste sets gegeven in de Eredivisie. Dus het is bijna extra kramp dat zij deze percentages haalt, omdat ze zoveel heeft gespeeld. Plus dan ook nog de aanvalspunten die zij maakt. Dus als ik persoonlijk zou moeten kiezen, zou ik denk ik ook voor Nienke gaan. Maar op basis van de cijfers mag ik dit lijken. Ja, oké, dan kan je eigen spel verdelen. Ja, zeker. Dan kan ik maar met thuis komen. Daartegenover staat de diagonaal. Bram, wie is jouw diagonaal aanvaller? Sjaki Donkers van Sliedrecht. 19 jaar, als ik me niet vergis. Ik zag haar afgelopen keer ook in de kwartfinale toen we uit bij Sliedrecht gingen kijken tegen Utrecht. Speelt echt heel goed. Ja, ik vind haar gewoon best stabiel voor zo'n jonge speelster. Veel kracht. Ze is lang, ze pakt de bal hoog. Heeft eenvoudigweg twee hoeken achter de 3 meter, zou je kunnen zeggen. Als ze iets naar binnen komt, slaat ze meer rechterkant van het veld. Komt er iets voorbij, dan slaat ze hem terug naar de diagonaal. Dat zou je zeggen heel makkelijk te pakken, maar dat valt reuze tegen. Dus ik vind het een hele goede speelster. Ik vind het fantastisch. Ja, nou, dat is nog enthousiaster zelfs. Ja, maar en niet alleen dat spel. Ik heb haar vorig jaar ontmoet. Ze kwam toen met haar moeder in het publiek zitten van de talkshow. Toen hadden we nog met publiek. En toen sprak haar daarna en toen vertelde ze over wat ze allemaal daarnaast doet, zeg maar, zodat ze
kan volleyballen. Dus, en ze kwam toen in aanraking met Ger van Heugde. Er was een gast die we aan tafel hadden. En die heeft de volleybalschool ergens in het zuiden van het land. Toen ging ze daar extra trainen vervolgens. En ze heeft een afspraak gemaakt met een krachttrainer. Dat ze zijn ruimte kan gebruiken in ruil voor één keer per week schoonmaken. Dus zij maakt één keer per week die ruimte schoon. Zodat ze daar kan krachttrainen. Nou, als je dat doet, dan ben je echt goud waard. Vet. Ja. Ja, mooi. Ja, en dan... dat was dus vorig jaar. En toen ging ze naar de Eredivisie, Dames 1. Hebben we ook nog een gesprekje over gehad. Van ja, Dames 1 ga ik dan wel veel spelen. Nou, ze speelt erbij. Al die Supercup al. Tegen Sneek was ze al goed. Nou, ik vind dat echt, ja, echt een talent. Absoluut. Ronde. I rest my case. You rest my case. I rest my case. Mathieu, zien we dat ook terug, Jacques, in de statistieken? Ja, ja, die eer krijgt ze helemaal. Dus ze staat bovenaan. Om het makkelijk te houden hebben we naar de efficiëntie gekeken. Dus dat is het aantal gescoorde punten, maar gecorrigeerd voor het aantal fouten wat je maakt. En ook het aantal ballen wat je direct in de blokkering slaat, wat weer een punt oplevert. Dus daardoor krijg je wat lagere percentage, maar het is wel een heel eerlijk percentage. Nou, daar staat Jackie bovenaan, weliswaar nipt. Tegenover Paula Boonstra van Sudosa en Sophie Meijer van Apollo. De middens. Maar laten we er eentje... Je moet er één midden kiezen. Wie is dan de allerbeste? Bram. Ik zou dan kiezen voor Rix van der Wal. Ook nog super jong. Zeer talentvol. Mathieu gaat zo nog wat kritisch over te zeggen, denk ik zo, een man van de cijfers, maar kom er maar in. Ja, dit is het interessante, hè? Dit bizarre aantal blokkeringen. Dus dat doet Rix super goed. Maar ze komt hier eigenlijk niet omhoog in dat lijstje van middens. En dat komt omdat ze nog best wel af en toe wat fouten maakt. Volgens mij is dat er helemaal vergeven, want haar aanvalspercentage is ook bizar hoog. Dus als we alleen zouden filteren op het gescoorde aantal punten, staat ze bovenaan. Maar nog iets minder fout maken en dan kom je ook bovenaan in dit lijstje. En nu als ik zo naar dat lijstje kijk, Marije ten Brink eerste met 52%. En die loopt gewoon 11% voorsprong op de nummer 2 en bijna 15% voorsprong op de nummer 3. Dat is echt een groot verschil van Apollo 8. Ja, dat komt vooral omdat dat ze heel weinig fouten maakt. Heel weinig fouten, heel weinig in de blokkering. Dus dan krijg je heel veel punten terug in deze efficiëntiepercentage. Ja. Maar wel dus ook misschien veel minder ballen gekregen. Ja, heeft minder gespeeld dan bijvoorbeeld Rikst. Ja. Zit er dan een minimum aan? Dat weet ik wel vaak. Soms wordt er een minimum aangegeven. Ja, je moet minimaal 100 aanvallen hebben gedaan om in dit lijstje naar boven te gaan. Ah, oké. Okay. Kijk, want daar wilde ik namelijk ook nog even naartoe. Dat ik ook Carlijn Koebrugge heb genomineerd. Niet alleen vanwege de blokkeringen en de aanvallen. Maar omdat ze 100% paaspercentage heeft. Ja, dat is supergoed. Ja. Ja. Drie ballen gepaast of zo. Eén, denk ik. Ja, maar het stond er wel in. Het ene balletje zijn. Ja, toch belangrijk als midden. Ja, toch. Ik bedoel, het is toch fijn om zo'n midden erbij te hebben. Ik kan menig midden vervloeken die die netrand bal laat vallen. Of dat korte balletje die mee speelt. Ja. Okay. Ja. Als we het over paas hebben. Mag ik nog één dingetje vragen over die middens? Want... ik zeg zelf ook af en toe dat stabiliteit belangrijk. Jij zegt ook foutenlast moet omlaag. Eigenlijk bij sommige speelsters, dan komen ze hoger in dit lijstje. Maar als je het eventjes doortrekt naar internationaal topniveau, dan wil je toch gewoon een verschilmaker hebben ook in je team. En dat die af en toe wat dingetjes verkloot, dat hoort er ook bij. Maar die pakt even 73, 72 bloks of wat was het nou? Ja. Dus hoe kijk je nou naar de marge tussen fouten maken en die verschilmomenten? Ja, dat is heel... ik denk dat je inderdaad... Je hebt een aantal spelers nodig die het echt doen. En dat ze dan wat fouten maken is niet zo erg. Je moet volgens mij niet 5 spelers met een te hoog foutenpercentage in het veld zetten. Maar je kan er best wel eentje hebben. En zeker als die een bepaald karakter meebrengt... of een bepaalde dreiging alleen al meebrengt... dan is het met een midden natuurlijk helemaal prettig. Ja. Dus dan kan je best wel wat voorloven. Ja, absoluut. Paaslopers. Daan, wie is jouw paaslopers? Nou, ik had daar, daar kan jij hopelijk iets over zeggen. Ik had daar Bjorna Gras, kijk, ze staat ook bovenaan bij de pass efficiency. Want dat was me opgevallen. Zij heeft best wel heel veel gepaast. Meer dan 100 passes in elk geval. En maar 8 fouten gemaakt of zo. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Ze wordt daar ook natuurlijk vaak ingebracht in de paas. En dus als pasende pasenloper is zij echt goud waard. Bram, wie zet je ernaast? Carla Mouli. Ja, die zal niet voorkomen in de statistiekenlijstjes. Maar dat is echt een topvrouw. Dus daarom zet ik het erin. Waarom is ze een topvrouw?
Zij komt uit Luxemburg, Kenia en Duitsland. Het is een soort gemixte nationaliteit. Zij is ook al 8 jaar international voor Luxemburg. Dat is het derde niveau van Europa ongeveer. Maar toch, ze is international, kunnen wij niet zeggen. En zij is een ontzettende high potential in de wereld van verduurzaming. Zij werkt bij Ernst & Young. Zij heeft echt de grootst mogelijke ingewikkeldheden te doen. En dat doet ze als jonge, ja, succesvolle, talentvolle dame in die branche. En ondertussen volleybal ze er ook naast. En reist naar Luxemburg voor die internationale wedstrijden. En het is ook gewoon een geweldig mens. Zij zet zich ook in voor de club. Dus zij speelt niet alleen Eredivisie, maar ze is ook een clubmens. Wat laatst een veiling bij de club. En dan heeft zij weer iets, een eigen actie bedacht. Namelijk, ze kon bij jou thuis koekjes bakken. Dat kon je dan op bieden. Dus ze is in alle... Natuurlijk. Ik heb het verloren. Het was uiteindelijk, wat ben ik gewoon een krent. Het was gewoon te duur. maar ze, in alle opzichten is ze gewoon een prachtig mens. Daarom heb ik haar... dat heeft niks met volleybalkwaliteit. Dat kan ze ook, aardig. Maar er zijn ook betere speels in de Eredivisie, zeg ik heel eerlijk bij. Dus, maar daarom staat ze wel in mijn... Je moet ook prettige mensen in je team hebben. Dus. Ja, zeker. Ja. Dus ze zit in mijn mooie afweging. Ja. Twee passes. Wie zet je daar als libero tussen? Suzanne Kos. Eigenlijk gewoon de paaslijn van VV Utrecht zetten wij natuurlijk. Ja, die basis van VV Utrecht. Nee, ik had daar Chanou. Ja, nu ben ik de achternaam eerlijk gezegd vergeten. Maar die heeft namelijk 2 punten gescoord. Dat was mijn... Van Hameren. Chanou van Hameren, kijk. Sorry. Maar ja, nee, dat is... dat was op basis van de bijzondere statistieken. 2 punten als libero, gebeurt niet vaak. Maar goed, naast Suzanne Kos zet ik natuurlijk weer Emma Ricard. Twee libero's. Dat, maar dat is even onafhankelijk. Ik denk dat Utrecht wel de 2 beste... Dan moet ik eerst naar dat lijstje kijken. Nee. Ik wil het zeggen. Daar hebben wij een opmerking over gemaakt tijdens de livestream. Precies. Dat we de eerste wedstrijd van het seizoen, de 2 beste libero's van de Eredivisie. Daar was Gerard Hering van Vizier op Volley niet helemaal mee eens. Nee. We kregen een virtuele draai om de oren. Laten we dat objectief houden. Mathieu, vertel ons. Ja, Suzanne Kos bovenaan. Dus dat doet ze supergoed. Jill Weda van Voltena staat daar op plek 2. En Kirsten Knip komt als derde naar boven. Nou, die heeft denk ik ook wel een cv, dat logisch is. Ja, die hadden wij toen eventjes over te hadden we even niet gegeven. Even vergeten. Ja, maar ik weet wel dat Emma zit hier dicht onder. Ja, maar knap van Jill Heda. Ja. Bij Voltena, dat is ook niet makkelijk om je dan in een team wat misschien om je heen niet heel goed presteert, om zelf nog staande te houden en tweede te eindigen. De scout telt daar de paas links ook mee als plus, hè? Ja, dat klopt. Er is een hele breed scala van goede passes. Van goede passes. Zetters gehad, diagonaal gehad, winners gehad, paaslopers gehad, libero. Zo hebben we wel een dreamteam bij elkaar. En wie zet je daar dan als coach langs de zijlijn? Bram? Ja, ik heb Harry van der Brink opgegeven. Misschien een dark horse. Maar wat ik mooi vind aan Harry van der Brink... Ik vind sowieso, als jij, hij is natuurlijk als speler bekend geworden in de Nederlandse volleybal. En als jij altijd een eenbenige afzet doet met zowel sprongservice achter de drie als uit het net. Dan verdien je gewoon een vermelding. Dat sowieso. Maar hij is wel... Even mee terug. Beschrijven wat Harry de Zeed voor de volleybal iets minder leek. Zeg maar. Ja, mensen die wel eens een volleybalpotje kijken. De meeste mensen die springen met 2 benen op. Hè, behalve omloop in het... Dit is de eerste tempo achter de spelverdeler. Omloopballetjes zijn vaak eenbenig. Maar hij... doet het als man. Dat zie je bijna niet in het mannenvolleybal. En hij doet een 3 meter aanval, met een eenbenige afzet. En dat is echt uniek. Daarmee is hij heel moeilijk te blokkeren geweest in al die jaren. Vooral bij Zwolle is hij succesvol geweest. En dat maakt hem ook zo'n goede coach natuurlijk. Nee, dat zegt helemaal niks over zijn coachkwaliteit. Maar hij is natuurlijk best wel last minute ingevlogen bij Sneek. Hij wordt daar landskampioen. Heeft zijn trainersschoenen ook al een keertje aan de wilgen gehangen. Maar hij wordt dan nu gevraagd voor Dynamo om daar in te springen. En ik vind dat gewoon mooi dat hij dat op die manier doet. Ik verwacht niet dat zij landskampioen geworden, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar hij brengt daar wel rust. En hij heeft ook laten zien dat hij wel goed kan presteren. Dus ik vind het ook, dit vind ik een mooi mens. En daarom heb ik hem genomen. Daan, wie is jouw coach? Nou, ik een wijs man uit het oosten van wie wij alles hebben geleerd. Maarten Tip. Ja, precies. Ja. Die heeft ons ooit een keer een workshop gegeven. Ga alsjeblieft niet als commentator op de stoel van de coach zitten. Zeg daar niks over. Overigens ook niet over de beslissing van de scheidsrechter. Dus ik ga mijn vingers hier niet aan branden. Ik zeg hier niks over. Heel wijselijk, denk ik. Zwak. Ja, zwak. Nou, anders dan zeg ik Vera Koenen. Toch? Die anders Vera Koenen, ja. Ik vind het heel mooi. Ja, hoe we dat nu een beetje zo hebben kunnen belichten met die statistieken. Maar ik denk niet dat heel veel staat. Jij de winnende coach. Ook zou je het misschien. Dan is het Erik Reitsma.
Ja, dan zou het Erik Rijsbaan moeten zijn. Ja. Ja, hoe met je successen van de coach, hè? Ja. Overigens ook banden met VV Utrecht, dus dat vind ik ook goed. Dit was de VVU-special, dames en heren. Ja, ja, goed, dat moet je ons niet uitnodigen. We gaan de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail bellen we iedere aflevering met het buitenland. En we bellen deze keer met Suzanne Schut. Hi Suzanne, welkom in Bellen met het Buitenland. We willen je heel graag spreken over je transfer naar Schwerin. 16 januari ging je van Zwolle naar Duitsland. Hoe zijn je eerste weken daar tot nu toe geweest? Mijn eerste week was vooral heel hectisch. Ik heb medische keuring moeten doen, een fotoshoot, team leren kennen, staf leren kennen. Dus het volleyballen was in de eerste week nog een beetje op een laag pitje. Maar na de eerste week heb ik me draai kunnen vinden, teamgenoten beter leren kennen. Er zit natuurlijk genoeg Nederlanders in waar ik me aan kan optrekken. Nu heb ik het echt super naar mijn zin en is het lekker focus op volleybal straks de tussenpool in. En 16 januari werd het nieuws aangekondigd dat je de transfer ging maken. Was je al lang in de maak? Kun je ons meenemen in het proces voorafgaand? Ik was sowieso van plan. Ik was gevraagd om 3 dagen mee te trainen bij Schwerin, omdat ze daar wat blessures hadden. Dus ik was sowieso al van plan om die maandag naar Schwerin te gaan. Alleen toen belde me makelaar van ik kan niet drie dagen, maar 3 maanden naar Schwerin. Dat was die donderdag ervoor. Toen heb ik vrijdag gezeten met Zwolle, met mijn makelaar. En daar hebben we het over gehad van wat Zwolle ervan vindt, wat ik er zelf van vind. En toen is eigenlijk binnen 24 uur alles rondgekomen. Het contract was in de maak. En ik moest alleen nog de medische keuring doen. En eigenlijk was het hele plaatje al rond. En wat vond jij er zelf van? Hoe heb jij het vanaf jouw kant ervaren? En wat was jouw gedachtegang? Het was een beetje dubbel natuurlijk. Want bij Zwolle, daar heb je een doel. Je speelt daar. Dus het was een fijne vastigheid. Aan de andere kant wist ik ook dat ik het gelijk wou doen. Het is een unieke kans natuurlijk. Om midden het seizoen naar een topclub te gaan. En mijn ambities lag er sowieso al om naar het buitenland te gaan. Dus eigenlijk wist ik al wel gelijk dat ik die stap zou gaan maken. En vind je het dan ook ergens jammer om je, want je schetst het doel dat jullie met Zwolle mee bezig waren. Was het moeilijk om een team te verlaten waarmee je een proces in bent gegaan tijdens dit seizoen? Ja, en vooral omdat ik al 4 jaar bij Zwolle natuurlijk speel. Die vrijdag hebben we met Zwolle gezeten. Ik ben toen niet meer wezen trainen en het was toen per direct klaar. Dus ik heb ook niet echt het team fijn afscheid kunnen nemen of met een wedstrijd of iets. Dus het was echt gelijk per direct klaar. En helemaal natuurlijk, je speelt 4 jaar voor Zwolle en je bouwt daar wat op. Dus dat was wel wat dubbel inderdaad, ook met een doel dat je hebt. Hier heb je weer nieuwe doelen, dus dat het is dubbel. En hoe stond Zwolle daarin? Wouden ze graag meewerken of hadden ze je liever nog gehouden? Hebben ze daar moeite voor gedaan? Ze wisten wel dat dit een unieke kans natuurlijk is. Het is daar een topclub van Duitsland. Ze waren wel vanaf het begin al we gaan deze kans niet van je afnemen. Dat kunnen we niet doen, maar wel vanuit de trainer en de stafkant van we gaan je wel missen. We kunnen het je ook niet afnemen. Dus ze waren vanaf het begin al wel heel open dat ik mocht vertrekken. En de meiden, hoe heb je het hun gemeld en wat was hun reactie? Eigenlijk nadat ik het gesprek had gehad met makelaar en Zwolle. Hebben we daarna eigenlijk gelijk, want de training was daarna. Dus we hebben het gelijk aan het begin van de training het team verteld. Wel onder voorbehoud dat de medische keuring nog gedaan moest worden. Maar dat ik wel per direct zou vertrekken. Iedereen gunde het me. Maar het was wel even pittig om. Je bouwt heel lang met mij. Je speelt met een paar meiden, speel je gewoon al 4 jaar. Dus dat is wel soms een beetje moeilijk geweest om dat achter je te laten. Het hele gesprek en al onze exclusieve content zijn beschikbaar op onze Petje Af-pagina. Voor een donatie naar eigen keuze aan Tijd voor Volleybal steun je ons kanaal en krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga hiervoor naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Laatste vraag. Wie denken jullie dat 5-6 eindigt? Want dat is belangrijk voor die kwartfinales. Die top 4 die zien we wel terug in de volgende ronde.
Maar wie gaan de 5-6 eindigen? Ik zeg Utrecht en Sliedrecht. Ik ook. Jullie ook 5-6? Dan ga ik het spannend maken, Utrecht en Dynamo. Oké. En zeg je dan Utrecht omdat zij erbij zitten? Of, en denk jij nee, maar ik denk echt dat Utrecht dit... Ik denk nog wel... Allerlaatste ding, want ik ben er ingedoken. Het is razendspannend. En we zeggen dat soms, en we zeggen dat niet voor de bühne, maar het is echt spannend, want iedereen wint van iedereen. Ja. Het is echt rete knap. En nu ook Sliedrecht, die vijfde wordt. Ik heb het zetquotient berekend, want er is nu best wel veel discussie. Want mensen die in VolleybalNL kijken, die zien Zwolle als vierde en Sliedrecht als vijfde. En als je op Flashscore kijkt, wat veel gebruikt wordt, is het andersom. Maar Flashscore gebruikt de berekening van het voetbal. Dus dan is het wedstrijden en hoeveel punten heb je daaruit verdiend. En de Nivo heb ik even nagebeld, berekend op gewonnen sets gedeeld door verloren sets. Ze staan nu alle drie, 3, 4 en 5, op 35 punten. Dan ga je het zetquotient berekenen. Nou, oké, Apollo stijgt er iets bovenuit. 1,7, hoger is beter. Dan komt Zwolle op 1,5. En Sliedrecht op 1,466666 en oneindig. Dan heb je dus op 2 cijfers achter de comma, ben je 50 geworden, lig je uit die top 4. Och, Jezus zeg. Ja, vreselijk. Ja. Ik ben had niemand kunnen verzinnen, denk ik. Nee. Ik denk ook niet dat het ooit zo dicht bij elkaar is geweest. Ja, het is echt, we zeggen het ieder jaar weer opnieuw, maar het is misschien een goed teken. Maar... Moet het anders dan? Of is dit de juiste... Nee, is het toch mooi? Ja, nee, zeker. Maar is het de beste manier om te berekenen, vind jij? Ja, volgens mij wel. Want wat is de voetbalmanier dan? Dan kijken onderling ze naar, resultaat. Nee, hoeveel wedstrijden heb je gespeeld en hoeveel punten heb je daaruit verdiend? Hoeveel sets heb je daaruit verdiend? En dan zou je dus zij kijken gewoon naar gewonnen sets. Wie heeft dat gewonnen? Ja, dat zegt natuurlijk niet zo veel. 3, 4, 5. Alleen, ja, dat kan je in voetbal doen met punten bijvoorbeeld. Dat is in volleybal. Ik vind... Gewonnen, gedeeld door verloren, best wel goed. Ja. Het is wel handig als het vanaf volgend jaar op de Nivobo-site gewoon meteen zichtbaar is. Of op de Tijd voor Volleybal-site. Dat zou ook kunnen. Doe dat wel. Bram, Daan en Mathieu. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Over 2 weken zijn we gewoon weer, zoals altijd, op dinsdag. En ben je nou benieuwd naar onze analyse van de Eredivisie Mannen? Kijk dan die special met commentatoren Bas Bloem, Kees-Jan van Garderen en Jury van Bladel op ons YouTube-kanaal. Of luister hem als podcast. Abonneer je nog even op ons YouTube- of podcastkanaal. Dan ontvang je ons de nieuwste video's als eerste. Bedankt voor het kijken, blijf ballen en tot de volgende. Opname zit er eigenlijk op, maar er is geen beter einde dan jullie einde van de livestream. Veel mensen zullen het weten, sommigen niet. Jullie eindigen met een liedje. Dat klopt. Wil je hem voor ons even instarten? Vooruit dan maar. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dit was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer. Want dit avontuur gaat verder, dus er komt nog heel veel meer. Maar niet meer vandaag, maar de volgende keer. Wil je weten hoe het VV Utrecht verder zal gaan? Kijk de livestream. Met Bram en Daan. Oh, fantastisch. Ja, echt. Heerlijk. Nou ja, mensen inderdaad die livestream kijken. En fantastisch. Dankjewel. We zijn erbij. Tot de volgende.